Toen ze elkaar leerden kennen, zaten Saga de Boer en Riek Nieman allebei al in een relatie met een ander. Toch kozen ze uiteindelijk voor elkaar, al verliep niet alles zonder slag of stoot. Saga de Boer heeft al mooi foto-werk afgeleverd, meest recentelijk voor Joji de Vivre, een prachtig kookboek met Franse gerechten dat ze samenstelde met twee hartsvriendinnen. Genieten van elkaar. Deze titel is ook van toepassing op haar relatie met WNL op zondag, presentator Riek Nieman. Vertelt Saga in flair. Joey de Vivre is namelijk niet alleen genieten van lekker eten en drinken, maar ook, of vooral, van het leven en van elkaar. Apostrofpunt dat ging echter niet vanzelf, toen Saga en Riek 25 jaar geleden Veronica's nieuwslijn presenteerden. De vonk sprong niet meteen over, we hadden ook nog allebei een relatie, maar ik dacht wel meteen, wat ben jij een leuke jongen, zegt Saga. die Riek steeds leuker begon te vinden. Er was niet één bepaald moment, denk ik. We werkten toen met twee eindredacteuren die zagen dat wij niet alleen een leuk jong setje op televisie waren, maar daarbuiten ook heel goed bij elkaar pasten. Zij hebben ons min of meer aan elkaar gekoppeld. Of nee, ze hebben ons gewoon uitgehuwelijkt, haha. Apostrof.zagga is blij dat ze destijds haar hart heeft gevolgd. Toen we eenmaal officieel samen waren, er ging een kleine illegale periode aan vooraf, zijn we ook vrij snel gaan samenwonen. Vertelt Sinclair. En natuurlijk moesten er ook dingen bevochten worden, maar we hebben geen noemenswaardige crisis gehad. De twee, die in 2002 trouwden, zijn stapelde op elkaar. We vinden het nog steeds het allerleukste om bij en met elkaar te zijn. Apostrof. De twee, die in 2002 trouwden, zijn stapelde op elkaar. We vinden het nog steeds het allerleukste om bij en met elkaar te zijn apostrof.